Maxim is gespecialiseerd in het verspringen en ik heb de 400 meter. Onze grootste droom is op de Olympische Spelen staan. Ik ben Kirsten Vlier en ik geef sinds dat Matthias en Maxim een tiental jaar oud waren training aan hen. Vormspanning houden. Op dit moment zijn ze aan het hinken. Bedoeling om een beetje explosiviteit op te wekken om straks op de snelheid dat te kunnen gaan gebruiken. Beiden zijn we vertrokken vanuit het uitgangsprincipe van meerkamp is de beste voorbereiding om later dan te kunnen doorgroeien binnen een specialisatie. En dan merk je bij Maxim zijn ontwikkeling dat hij zeer krachtig is en op dit moment zeer veelzijdig is. Bij Matthias merk je dat dat mentaal zeer veel voordelen heeft gehad, omdat hij vanuit de meerkamp gewoon is geweest van nooit op te geven. Heeft hem dat op 400 meter zeer veel gesterkt in die overtuiging van ja, een wedstrijd is nooit gedaan tot op het einde. Op lange termijn zit het natuurlijk met de spelen in mijn hoofd. Het is nog niet met zekerheid of dit zal lukken. Maar ik zal er alles aan doen om op de spelen te geraken. We trainen natuurlijk om de top te breken en hopelijk ligt die top hoog voor ons. Maar ze zullen moeten gaan kiezen binnenkort. Matthias heeft die keuze gemaakt om voluit voor zijn 400 te gaan. Grijpen! Bij Maxim ligt de keuze nog iets verder vooruit. Omdat hij wil aftoetsen hoe ver kan ik geraken op een 400 meter. En hij wil dat verspringen op dit moment niet loslaten. Wie is er eigenlijk de raps? Ja, ik natuurlijk, dat is toch logisch? Ja, maar nee, ben ik echt de raps, nee. Maar ik kan niet mee op 400. Ja, maar je hebt onder en 200 en onder en 200 is meer snelheid. Dat scheelt nu ook niet zoveel. Je hebt onder en 200 verleden met 400. Scheelt genoeg, ik ben sneller. Maar ben jij? Wel, kijk, we gaan een keer een testje doen op de trappen. Ga je toch verliezen? Dus. Ja, maar nee. Of everything is near in us still. Als er een van ons doorbreekt, zal het niet voor problemen zorgen, denk ik. Maar het zal natuurlijk wel iets zijn van waarom hem en ik niet. Dat het zou toch wel vervelend zijn voor de ander, denk ik. Maar we gaan nog altijd supporter voor elkaar. Tuurlijk. Liever hem dan iemand anders. Hè. We zijn hier in Izohim Fitness in Izohim. Matthias en Maxim komen hier drie, vier jaar trainen. We hebben aan een goede progressie gewerkt, een goede opbouw in de loop van de jaren. En we gaan dat nu verder op die manier uitbouwen in samenspraak met de atletiektrainer. Matthias loopt de 400 meter in een tijd van 48,65. Maxim springt 7,07 meter. Ik weiger heel vaak mij vast te pinnen op één vast einddoel. Wat we wel proberen te doen is ieder jaar de doelen herbekijken. Van waar staan we en wat zijn jouw afstanden dat je dit jaar wil springen. Bij Maxim ligt het dit jaar op 7,30 meter. Bij Matthias op 400 willen we naar die 48 seconden. Een tweeling die de 400 meter loopt.